Een auto is vrijdagavond volledig uitgebrand op het parkeerterrein van de Vomar aan de Lange Straat in Schagen. De bestuurder wilde na het boodschappen doen wegrijden toen de auto spontaan in brand vloog. Medewerker van de Vomar belde direct 112. De bestuurder sprong direct uit de auto. Hij kon nog snel zijn boodschappen uit de auto halen. Medewerkers van winkels hebben direct de omgeving afgezet, zodat de brandweer het vuur kon blussen. De brand trok enorm veel bekijks van winkelend publiek. Bij een ongeval op de N9 bij Sint Maartensvlotbrug zijn vrijdagavond 3 auto's beschadigd geraakt. De N9 moest na het ongeval tijdelijk worden afgesloten. Na enige tijd heeft een berger de auto's van de weg gehaald. 1 bestuurder raakte licht gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Na ongeveer 50 minuten kon de weg weer worden vrijgegeven.